dakje. Daar zijn de schuimende dakjes! In een huis achter de bevroren ramen. Voor moet je hier, als je gaat missen, dan moet je hier komen staan. Ja, nee, dat vind ik niet eerlijk hoor. Goed zo. Okay, even onder de kerst. Kan niet, maatje? Kan niet, maatje. Ik ben een meisje. In een huis achter bevroren ramen troost een moeder haar dochtertje klein. En zij droogt met haar rokkende tranen. De tranen die het meisje daar weent. Ach moesje, waarom moet jij sterven? Sprak het meisje op moeders schoot. Is er niets dat ik jou dan kan geven? Dat ik jou kan verlichten de dood? Ja, ik zou er zo graag nog eens even. Ze sprakte mij moeder de ogen te neer. Een kerstfeest als vroeger beleven. Een kerstfeest met een boom als weleer. En het meisje is het huis uitgeslopen, met in haar gedachten die wens. Met in haar zak slechts de knopen, zonder welke haar jasje niet sloot. Zij is op de markt aangekomen en bleef vol verwondering staan. En zij zag er daar tientallen bomen met tientallen kopers meegaan. Zij vroegen daar zulk een koopman, mag ik voor mijn moesje meneer een boom om het kerstfeest te vieren. Voor zij gaat naar ons lieve Heer. Maar die koopman die heeft er gescholden. En zij ging voor die man op de loop. Want zo'n kerstboom kost menig een gulden. Menig gulden in plaats van een knoop. Zij is terug naar het marktplein gekomen, als velen het kerstfeest reeds viert. En zij heeft er die twijgjes genomen, die in menig een kerstboom ontsiert. Met het dennengoed, belemmeren haar vuist.